Goedemorgen, het is vandaag donderdag 18 april en het zonnetje schijnt lekker. Daar had ik helemaal niet op gerekend. Ik dacht dat het deze week echt alleen maar ellende zou worden, maar blijkbaar niet. Nou, ik begin weer eventjes met mijn Fafo crème en nog eentje. Waar is mijn knipje? Oh, hier. Oef. Het is dus al donderdag en ik werd wakker en ik dacht... Oh, die broek ligt al sinds dinsdag klaar. Maar dat ben ik helemaal vergeten. Terwijl ik was dinsdag zelfs nog in het centrum. Maar ik hoop dat het niet uitmaakt. Want ja, ze zei wel dinsdag ophalen. Maar ik ga een soort van vanuit dat je niet mijn broek weggooit. Dat hoop ik dan maar. Dus die moet ik even ophalen vandaag. En als de zon zo blijft schijnen, dan ga ik misschien wel even ergens lekker zoeten. Nu ik mijn boek mee, ga ik ergens lekker in het zonnetje zitten. Ik heb dus echt een... Kun je dat zien? Nou, niet echt. Maar er zit daar een onderhuidse puist waarvan hij zit er denk ik al 3 dagen. En hij doet zo zeer dat ik nauwelijks mijn huid aan kan raken. Ik denk, kom dan maar gewoon naar boven. Dan zijn we er vanaf. Want dit is echt killing. Terwijl ik ben net ongesteld geweest. En eigenlijk heb ik alleen puisten terwijl ik ongesteld ben. Maar nou ja, het goede voordeel is dus weer dat je hem nauwelijks ziet. Dus ik smeer gewoon mijn crèmetje er weer op. En dan gaan we ervoor. Dan neem ik even lekker een banaantje. Ik heb de kat al eten gegeven. Dit is dus zo'n trend. Een TikTok-trend met katten. En dan wil ik even met Ginny doen. Want ik denk dat het heel schattig is. En ik wil hem helemaal niet posten. Maar ik wil hem eigenlijk vooral naar al mijn vrienden sturen. Want iedereen is altijd het meest fan van Ginny. Omdat Ginny gewoon echt een lekkere papzak is. En het is gewoon... Kijk, qua karakter is Trappy echt helemaal het einde. Maar qua... Ik denk dat het op beeld niet zo goed overkomt, maar Ginny is zo'n gigantische knuffelbeer met die dikke wangen. En hij is zo zacht en zo lodderig. Dus als mensen hier dan voor het eerst komen, collega's ook en zo, dan zitten ze altijd, oh die Ginny. Maar Ginny wil helemaal niet echt knuffelen. Je mag hem wel aaien, maar hij komt er niet echt bij. Terwijl als Trappy dan eenmaal zijn intrede doet en die begint iedereen helemaal te knuffelen en te likken, dan denken ze allemaal, oh Trappy. Maar deze trend, als het lukt, dan ga ik hem, zal ik hem wel eventjes, het is wel verticaal, maar dan zal ik hem er even inzetten. Want ik denk dat hij geweldig is met Ginny, met die dikke wangen. Die hebben me dus helemaal overgehaald om deze broek wel te houden. En er was echt één hele lieve, fijne comment die ik eigenlijk even erbij wil zoeken. Want die deed me zo goed. Joan Mary zei, leuke video. Je hebt gewoon een hele mooie, dunne en gespierde taille. En nu ook prachtige, stevige en rondere billen. De taille van een goede broek zal daarom altijd te ruim zijn. De gemiddelde vrouw met die billen heeft namelijk een bredere taille. Houden die broeken laten innemen, want hij staat je prachtig. En... Het is zo. Het deed me zo goed omdat ik de laatste tijd zo aan het struggelen ben. Omdat ik merk dat al mijn kleding anders zit. En ik merk dat ik mezelf constant moet overtuigen. Sophie, dat komt omdat je het goed doet. Het komt omdat je al heel lang sport. Het komt omdat je goed op je voeding let. Het is een positieve omslag. Maar het voelt een beetje als een negatieve omslag. Omdat ik weer een maat om naar boven moet. En ik merk dat ik daar heel onzeker van word. En ik vond het zo'n lieve comment. En toen dacht ik, ja, ze heeft gelijk. Ik moet gewoon. Want de broek zit echt. Ik vind ook dat de broek heel mooi zit. Ook aan de voorkant vind ik dat die mooi zit. En ja. Dan dit. Nou ja, inderdaad. Dat moet ik dan maar gewoon in laten nemen. Want ook bij de billen zit hij wel heel mooi. Dus ja, ik ga hem houden. Ook omdat de lengte zo mooi is. En daar heb ik niet zoveel. Dat ik zo mooi zo. Dat hij zo bij de voeten valt. Dus nou, heel erg bedankt voor je comment. En speciaal draag ik hem vooral voor jou. Ik mag dus in samenwerking met Bears with Benefits een nieuwe bestelling plaatsen. Want het was echt een mega succes. Jullie vonden het blijkbaar heel leuk en hebben veel besteld. Dus ze wilden graag opnieuw een kortingscode geven. Met gelijk ook de Moederdagcampagne erbij. Jullie kennen me langer dan vandaag. Dit is mijn ultieme fave. Die is ook bijna weer leeg. En daarnaast wissel ik ze best wel af allemaal. Ik heb wel... Deze is bijvoorbeeld ook bijna leeg. En deze ook.
Maar eigenlijk is die One Bear Day degene die ik ook echt letterlijk iedere dag neem. En de rest hussel ik een beetje. Ik zat pas te denken, is dat de manier hoe het bedoeld is? Of zou je dan van ieder potje één moeten nemen per dag? Dat wil ik dus nog even gaan checken. Daar kom ik later bij jullie op terug. Maar ze hebben dus nu een hele mooie moederdagcampagne lopen. Het leuke is dat je dus nu je sets kunt combineren, je favoriete set. En dan krijg je dus korting met hoeveel producten je neemt. Er is ook dus weer een kortingscode, dat is SophieDeal25. Daarmee krijg je bovenop alle bestaande kortingen die er al zijn, maakt niet uit, ook als je losse producten neemt, 25% extra. En je hebt 100% tevreden, anders krijg je je geld terug. En dat vind ik dus ook altijd echt wel een plus. Dit zijn onze best verkochte. Deze ben ik heel erg fan van. Die heb ik al een tijdje. Die is dus ook bijna leeg. En welke ik ook heel graag wil proberen is deze. Die heb ik nog niet. Dus ik denk dat ik die dit keer neem. Nou, deze is dus echt mijn all-time favorite. En ik had nu ook deze, Born This Way. Vind ik ook heel fijn. Vind ik ook heel lekker. Het verschilt dus een klein beetje qua prijs, maar ze zitten eigenlijk allemaal rond de 25 euro. De ene is net iets duurder, de ander is net goedkoper. Ze hebben ook een speciale voor kinderen, mocht je dat leuk vinden. En ja, hoe meer je dus mixen en matchen, hoe meer korting je krijgt. Maar sowieso, al wil je er maar eentje proberen, dan kun je ook gewoon mijn favoriete nemen en daar mijn korting op code op gebruiken. Dus ja, je kan ook 5 in één keer. Nou, stel dat hier nog 25% afgaat, dat is zo'n 20 euro. Dan heb je gelijk 5 potjes in één keer. Maar het is dus echt, ik ben echt tevreden. En niet alleen krijg je 25% korting als je een set neemt, mijn korting komt daar dus nog eens bovenop. Even deze erbij gepakt, want ik ga denk ik zo even in het zonnetje een broodje eten. Als schijnt de zon nu niet meer, zul je zien. Oeh, het ruikt lekker. Met het ook leuk. Heel lekker. Echt gewoon aardbeien. Nou, ik zou zeggen, niet echt yoghurt, want het is dikker. Het is meer kwark. Ja, het is ook skeer natuurlijk. Staat er ook op. Maar die substantie is het ook echt. Echt lekker. En best wel lang goed ook. 15.05, dus het is 15 mei. Ik heb ze gisteren gekocht, dus je kan er zeg maar een maandje mee. Jullie nog helemaal niet mijn nieuwe schoenen laten zien, of wel? Want die kwamen uiteindelijk die dag niet meer binnen. Ik heb ze ook nog niet aangehad. Dit zijn ze. Ze waren 45 of 40 euro, maar er kwamen ook nog verzendkosten bij. Maar ik ben er wel echt intens blij mee. En ik ga ze nu voor het eerst aandoen. En het is altijd een beetje spannend, hè? Want dan kan het zijn dat ze zo meteen niet meer wit zijn. Ik wil natuurlijk wel, maar misschien ga ik wel even naar het bos. Nee, ik heb me al bedacht. Ja, als ik even het bos in wil om een stukje te wandelen en daar te lezen. Ik weet nog niet precies waar ik uitkom, daar heb ik nog niet echt over nagedacht. Ik trek heel vaak mijn schoenen uit op de wc. Zo ben ik. Dus ik ga toch die andere aandoen. Want die zijn ook nog echt wel mooi en nieuw, maar al niet meer nieuw, zeg maar. En ik heb ook roze aan, dus dat staat er ook leuk bij. Maar ik ben er wel heel blij mee. Ik heb ze dus bij JD Sport, ik zal even een linkje in de beschrijving zetten. Ik moet mascara nog fixen hoor, maar dat doe ik zo even. Als je me zo ziet, dan denk je dat ik heel erg lekker zit. Maar er is een zon die heel hard schijnt achter een wolk. Dus het licht is heel fel, dus ik heb mijn zonnebril. Maar het is eigenlijk helemaal niet zo warm. Als die zon wel schijnt, wel. Maar ik kan jou vertellen, deze wolken, die gaan mij misschien nog, als ik geluk heb, 1 minuut zon gunnen. Ik ga het toch even proberen, want ik heb lekker mijn favoriete drankje. En mijn nieuwe verslaving, het kaneelbroodje. Die van de Albert Heijn zijn nog lekkerder dan die van de Lidl. Eerlijk is eerlijk. Ze zijn alle twee goud, maar hier zit nog meer kaneel in. Ik denk niet dat het een algehele, hele gezonde verslaving is. Het is niet echt een hele voedzame lunch. Dus als ik straks thuis kom, dan zorg ik dat ik nog eventjes wat voedingsstoffen naar binnen werk. Maar het is wel heel lekker. Oh ja, er staat ook een windje. Hele koude handjes ook. Maar ik ga het toch even proberen. Ik ga eerst even mijn vest aantrekken. Want ik heb het idee. Oh, het ruikt hier nog zo. Naar die biefstuk. Het is al 2 dagen geleden. Maar ik weet niet waarom. Alle vaat is al weg. Maar ook in het huis hoor. Maar minder. Maar ja, ik weet niet. Het is toch een beetje dat ik denk. Nou, volgende keer doe ik biefstuk wel bij mijn moeder eten. Want die heeft gewoon een afzuigkap. Nou, in ieder geval. Ik zat ineens te denken, dit is ook best wel een beetje oranje voor Koningsdag. Alleen ik denk niet dat het echt een match is met mijn broek. Deze broek heb ik dus 1 keer aangehad met werken. En nou ja, love, want hij is lang genoeg. Maar dat betekent wel dat hij gelijk ook smerig is aan de onderkant.
van ja, dus dat het ergste is. Ik was helemaal surprised, want ze liet hem dus zien. En ik dacht nog, nou, ze zal wel geen oranje rits hebben, want er zat natuurlijk een oranje rits in. En ondanks dat het niet de perfecte kleur oranje is, want dit is natuurlijk een beetje volwassen oranje, is er wel gewoon oranje rits. Nou, dus ik ben helemaal blij. Het ziet er helemaal mooi uit. Nou, dit is toch top. Kan dit? Nou. Weet je wat het zo lekker is aan deze top? Dat hij lange mouwen heeft. En je weet natuurlijk niet wat Koningsdag gaat doen. Dat kan voor hetzelfde geld gewoon koud worden. Ik ga hem wel even wassen. Want hij ruikt wel naar... Ja, ik zou willen zeggen de kringloop. Oh, er zit ook al een vlekje op mijn ass. Ja, ik denk dat dit vanaf nu gewoon een... Zie je dat? Hier. Een werkbroek is. Maar ja, maakt niet uit. Maakt niet uit. Ik heb er wel al heel veel... ideeën mee voor Koningsdag. En ik denk dat ik hem zomers ook wel gewoon draag. Weet je, het is ook zo. Normaal loop ik er ook op. Dus ja, dat die broekspijp nou helemaal vies is. Ja, that's life. Maar ik gooi hem even bij de was. Ik zit even te denken. Ik ga denk ik even wat 2 eitjes koken en aardbeidjes eten. Ik zin in. Zin in. Ik ga denk pasta eten vanavond. Ik heb nog de champagne. Oh, ik dacht even dat hij helemaal vergaan was, maar hij is gewoon donkerder dan de rest. Vandaag pasta eten. En ik heb bootcamp en ik zou even langs ME. Want ik heb dus morgen op het werk 90s party. En ik weet dat zij een 90s party heeft gehad. En ik zat te googlen en te doen en ik dacht, wat ga ik aantrekken voor een 90s party? Maar de conclusie is, ik ben meer flower power dan 90s. Ondanks dat het enige 90s aan mijn kast... En aan mij is ik. Ik ben geboren in de 90's. Dus ja, zij heeft zo'n Tommy Hilfiger top. Dus die mag ik van haar lenen. Dat is super lief. Dus die ga ik dan even halen. En dan heb ik dat ook. Want ik vind het altijd wel leuk bij die themafeestjes om dan ook echt iets 90's aan te trekken. Al ben ik soms ook de enige. Dat kan ik ook eerlijk toegeven. Ja, maar zit ik ermee? Nee, ik niet. Ik vind het gewoon leuk. Ik pak iedere reden aan om... Ja, verkleedpartijtje wil ik zeggen. Maar dat is het ook niet echt natuurlijk. En ja, dat. Dus misschien dat ik nu dan toch nog wel even... ergens de motivatie vandaan ga halen. Om belastingdienst af te maken. Zou wel lekker zijn. Dan heb ik het echt achter de rug. En vanaf morgen ben ik het hele weekend aan het werk. Dus anders wordt het weer maandag. Nou, lekker wat aardbeidjes erbij. Ik heb ook nog een nieuwe aflevering van The Bachelor. Dus als ik nou nu mijn belastingdienst afmaak, kan ik mezelf belonen met de Bachelor. Tijdens het pasta eten. Dat is een goed idee, hè? Ik wil dus even proberen om dit weg te krijgen. Want dat staat er nog, sinds ik hier iets gedaan heb. Geen idee of jullie mij zien zo. Ja. Ik heb het grootste deel aan mijn vader gedaan van dat mislukte balkonsetje. Kunnen jullie nog herinneren hoeveel bloed, zweet en tranen daarin ging? Maar hier zitten zoveel spijkers in dat het geen optie was. En die zijn er zeg maar ook allemaal zo krom dat ze er niet echt meer uit kunnen. Dus ja, ik ben bang dat het toch voor de stort wordt. Maar ik dacht, dan ga ik ze in ieder geval beneden naar de berging brengen. En ik hoop eigenlijk gewoon, misschien ben ik te optimistisch, dat het allemaal in deze tas past. En dat die dan ook nog eens niet kapot gaat van alle spijkers en schroeven. Dit is een latje wat wel naar mijn vader zou kunnen. Daar zit niks in. Nou ja, het was in ieder geval een heel mislukt project. Maar ik wil gewoon langzaam, stapje voor stapje, dat balkon een beetje weer terugbrengen naar zomerproof. Ik heb er, zoals je ziet, al gelegen. Niet vandaag toevallig. Ik moet de kussens even weghalen, anders liggen ze zo in de regen. Maar... ja, dit moet gewoon het een en ander weer even opgefrist worden. En als ik alles in één keer moet doen, dan is het een grote klus. En als ik nu 1 keer 1 doe, dan is het mentaal ook iets beter te behappen. Gaat dit passen? Nee, ik niet, hè? Nee, ik denk het niet. Maar we komen in een heel end. Oké, dat is weg. En nu ga ik mijn pasta opzetten. En terwijl ik dan mijn pasta opzet, of opstaat... kan ik deze mooi even doen, want dat heb ik allebei nog niet gedaan. En ik heb nog een plantje die wat extra grond kan gebruiken.
Welke zal ik doen? Niet het pandje, maar de pasta bedoel ik dan nu. Neem gewoon de bovenste. Eekhoorntjes brood met champignons. Daar ga ik dan nog extra champignon in gooien ook, omdat het kan. Mijn vader zei dus dat ik laat was, maar de verpakking zegt toch echt april, mei. Dus nou, in dat geval ben ik gewoon vroeg, want het is nog geen mei. Dus ik ga het gewoon doen. Ik heb het eerste deel van de grond, lekker Nederlands, van het grond erin. En nu is het een kwestie van dit gewoon verspreiden. Hoe klein zijn de zaadjes? Oh ja, best wel inimini. Ik zie het gewoon niet. Ik doe het even in mijn hand, want anders ben ik ze straks allemaal kwijt en dan zit er nog niks in. Nou, zijn het er zo weinig of komt het er gewoon... Oh, het zijn er... Huh? Hè? Dit waren echt 5 zaadjes. Dit kan niet kloppen. Dit waren letterlijk 5 zaadjes, ik maak geen grapje. Je ziet ze zelfs liggen. 1, 2, 3, 4, 5. En deze heb ik er net. Maar hij is echt helemaal leeg. Daar zat echt, er zat niks in. Wat moet ik nou doen? Kijk, ik kan dit wel poten, maar... Ja, dan krijgen we 4 bloemetjes voor mijn idee. Ben ik nou gek? De zaden evenredig. Nou, dat heb ik dan nu wel een soort van gedaan. De 5 zaden die erin zaten. Ja, ik ga het gewoon doen. Ik zal wel gek worden. Nou, de rest van de grond eroverheen. Goed veel water. Even aandrukken. Goed veel water. En wacht er maar. De groenten zitten in de pan. Deze zijn echt voor klaar. En deze zit erin. Ik ga ervan uit dat hij gelijk naar buiten kan. Hij kan ook tegen vorst, toch? Betekent dit? Ja, volgens mij wel. Hij is nog inimini, maar ik heb hoop dat hij op een dag groot wordt. En mochten de pluimen eraan komen, kreeg ik wel de waarschuwing om uit te kijken met katten. Want die kunnen vast gaan zitten in hun mondje. Maar voorlopig zie ik nog geen pluim. Een pastaatje met alleen maar gemengde groenten en kaas. That's it. Eet smakelijk. Ik ben ondertussen thuis van bootcamp en het was zo leuk. Het is echt... Ja, ik ga wel vaker afwisselen, want ik heb echt genoten. Maar het was een late les, had ik dit keer geboekt. Je hebt altijd 2 achter elkaar. Dus ik ben gelijk gaan douchen. En op een of andere manier... Ja, ik word niet warm. Ik word gewoon niet warm. Dus ik heb mijn vest nog aan. Ik ga onder de deken. En ik ga gewoon lekker nog even op mijn telefoon. Want het weekend begint alweer. Dus ik ga proberen een beetje vroeg te slapen. Ik ben ook niet echt moe. Het is ook nog niet laat. Het is volgens mij 10:30 of zo. Maar ik dacht, als ik erin lig, kan ik gewoon even lekker rustig. Morgenochtend sporten. Nadenken. Volgens mij om 10:00. Ik heb sportles met mijn moeder. Mijn moeder wil dus naar 3 keer per week. En ik ben echt trots. Want ze is begonnen met 1 keer per week. Toen hebben we denk ik nu zo'n halfjaartje 2 keer per week gedaan. En nu zei ze, ja, ik vind eigenlijk dat ik wel 3 keer per week kan doen. Dus we gaan nu proberen maandag, woensdag, vrijdag te doen. En dan de watergymlessen. En ik doe dan maandagavond zelf bootcamp. En woensdag en vrijdagochtend aquafloat. En dat is dus wel direct achter het watergym aan. Dus ik zei, ja, watergym is echt niet intensief. Dus ik kan het er wel achteraan doen. Dat maakt niet zoveel uit. Maar ik zei, ja, ik denk wel dat het ook wel voor kan komen dat ik zeg van nou, ik skip even die les. Want ze doet het ook heel goed zonder mij. Ze gaat gewoon. Ze gaat ook zonder mij. Ze is super gemotiveerd. Ze heeft mij helemaal niet nodig. Dus eigenlijk is haar schema voor mij iets onhandiger. Dus ik kijk eventjes hoe het voor mij uitkomt en of het bevalt. Terwijl anders gingen we ook altijd de donderdag. En dat was voor mij heel fijn. Want dan had ik zeg maar donderdag gewoon een slow dagje. Waarin ik vaak even een half uurtje ging zwemmen. En dan zo'n aquagymlesje ging doen. En niet een intensieve les had. En nu heb ik dan, dat kan nog steeds natuurlijk wel, maar anders heb ik dus, nou ja, ja, ik moet gewoon even kijken hoe het gaat bevallen. Maar ik wilde eigenlijk alleen maar zeggen dat ik super trots ben op mijn moeder dat ze naar 3 keer per week gaat. En ja, ik vind het zo leuk dat we dit samen kunnen doen. En ja, het is ook wel een soort van bijzonder dat we alle twee zo gek zijn op het water en op die waterlessen. En dat we dat samen gevonden hebben, dus daar ben ik echt heel blij mee. Ik ga lekker slapen. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je weer bij de volgende video.